Magst du ein Foto von der Rolle? Natuurlijk. Oh, dit is niet verhaal. Ja, leuk. Nee. Ja. Oh, nee, jij. Oh, nee. Ik wist toch naar je film, hè? Ja. Oh, ik weet het. Die lijkt van. Ik ben echt een ja. Dit is de baas. Je zit met de bed van de baas. Jot. Snipjot. Hallo, Bert. Ja, die is die stond ook bij die paal. Mag ik daarheen gaan? Ja, loop er even in. Ja, jongen, ja, maar zo is het toch. Hè? Maar ik zeg ook van... Reunie alweer. Iedere twee jaar hebben we een groep bij elkaar van zo'n 30 reunisten. Gelukkig zijn er nu geloof 40. Eén afzegging heb ik nog gehad. Iedere twee jaar organiseren we het. En de ene jaar komen er 25, andere tweede jaar weer 30. Nou, in ieder geval, ik ben blij dat we nu wat meer gezichten erbij hebben. We hebben een Facebookgroep die is gesloten. Misschien zijn er mensen die Facebook hebben nog geen lid zijn. We hebben iets van 203 leden. Daar staan heel veel dingen op, herinneringen en foto's. Nou ja, niet iedereen mag daar zomaar bij aangesloten worden. Moet wel even wat vragen beantwoorden of ik echt op Groot Bronswijk heb gewerkt. Een groep oud-medewerkers van Groot Bronswijk die heeft een... En het is de bedoeling dat we straks even twee groepen maken, want 40 kunnen daar niet in. Dus dat er zo'n 20 zijn die dan meegaan met Bert en Gini. Om daar het historisch centrum te bezoeken. En daar zijn de paviljoens nagebouwd. Nou, het is prachtig geworden. Er zijn heel veel foto's en andere dingen gebracht die herinneringen oproepen vanuit de Groot-Bronswijk-periode. Even kijken. Er is ook een groep die mag op het terrein, de trein Scheringa als die dat wil. Het terrein is natuurlijk ook niet meer van wat we kenden. Er zijn tiny houses, er is een kindcentrum, er is een huisartsenpost, er worden woningen gebouwd. Dus iemand die daar belang bij heeft, straks, als we dat tegen 3 uur gaan doen, dan mag dat ook. Als men maar zorgt dat ze tegen 5 uur, 4:15 terug zijn, want dan verzorgt Klaver 4 een buffet. Ja, even kijken. Uiterlijk, 8 uur stopt het reunie, dan wordt het eruit gezet. En ik wens iedereen veel plezier. Als je verveeld bent, moet je zeggen wat een beetje het is. Ja, ik heb het gevoel dat ik het niet kan.
will see. I can move mountains if you have faith in me. Faith. Dit is Bauke, misschien wist je dat al. Ja, Bauke kende je vanuit vroeger toen ik een jongetje was. En ik ben Kees, Kees, maar Kees. Bauke was zo groot toen ik hem kende. Oh, echt? Ja. Oh, dat was niet leuk. Het is de enige die het visrestaurant. Zo. En dat ging van de laatste. Hoe weet je dat? De laatste. Hoe weet je dat? Zie je bij mij op Facebook? Ja, zeker. Ach, meen je niet. Wacht even. Wat? Wil, die moet hij dat zeggen, want die krijgt dan een balkje voor de ogen. Nee, ik wil. Ja, want jullie een balkje? Dat schreef ik in. Oh god, kijk door zijn een lekker ding. Ik dacht, ik moet even filmen. Als iemand niet wil, kiet je maar aan de andere kant op. Maar waarom doet hij van een balkje voor je? Lekker! Ja, nou ja, dan is ieder jaar twee jaar is hetzelfde. Stel dat je dit krijgt, dan zou je zeggen, nou. Nee, dat is ook gaaf. Dat is ook goed geweest. Ja, wel. Weer bedankt voor de organisatie. Geweldig. Tot over twee jaar. What did I do? Eigenlijk is het zo vanaf. Ja, dat is ook nog meer. Ja, en er kwam geneten komen, give me a spoon. Ja, deze heb ik 3-4 jaar verkeerd gehad. Maar is mislukt. Ze heb ik laten zitten. Ik weet niet wat jammer zo. Geen je nou met? Ja. Nee. Ik vind het heel gezellig. En tot over 2 jaar. Her hair was dyed black and she was bending down, picking something from off the ground. She was 17. And he said, "Oh my God, it's Kate." She said, "No, I'm the daughter of Kate. My name is Martha. Who are you?" Ma never told me, never told me. Like a boy of 19, and she was not afraid. No, she was not afraid.
Once upon a time, two kids in love in a car, flying over mountains, trying to catch a boat, take them upriver to home. And they raised a crossed on over to the other side, back home.